Kennistransfer Academie Mens en Arbeid. Samen met ondernemers, docenten en studenten bouwen aan de toekomst. De wereld is veranderd. De uitdagingen waar wij voor staan zijn vele malen groter dan die van de afgelopen generaties. Hoe zorgen we ervoor dat we voldoende voedsel hebben voor de groeiende wereldbevolking? Hoe gaan we om met de klimaatverandering? Wat gaan we doen als aardolie en aardgas echt op zijn? Hebben we dan alternatieve energiebronnen ontwikkeld? Gelukkig is er ook perspectief. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moeten we anders gaan leven en werken. Technologie gaat ook op het gebied van arbeid en gedrag een doorslaggevende rol spelen. En er komt nog veel meer. Wat dacht je van artificial intelligence? Computersystemen nemen een deel van ons denken over. Google is een mooi voorbeeld van toegepaste psychologie als living technology. De zoekmachine ziet een griepepidemie sneller aankomen dan de beste epidemiologen. Of aan het veranderd zoekgedrag van een jonge vrouw dat ze zwanger is nog voordat ze het zelf doorheeft. Hierdoor kan gedragsbeïnvloeding al beginnen voordat we het ons bewust zijn. Dit raakt dan weer aan ethische aspecten, waar onze psychologen zich ook op kunnen richten. En geloof het of niet, de eerste vormen van een artificial life zijn er al. Waar we ook zijn, wat we ook doen, technologie dringt door tot in de haarvaten van ons bestaan. En in de manier waarop we met elkaar omgaan. Als social media al tot revoluties leiden, wat zal artificial life dan wel niet gaan betekenen voor hoe we met elkaar omgaan? Onze studenten leren nu al hun expertise op het gebied van human resource management, human talent development en toegepaste psychologie te integreren in nieuwe technologieën. Kennis zit slechts gedeeltelijk in onze databanken. Onze docenten spelen een belangrijke rol in onze projecten. Zonder hun kennis geen nieuwe producten. Studenten leren het beste als ze hun kennis kunnen toepassen in de praktijk. In echte projecten die we in transfer met de buitenwereld, met de bedrijven ontwikkelen. De opmars van technologie vraagt om flexibiliteit bij de medewerkers. Je moet constant veranderen en beroepen komen en gaan in sneltreinvaart. De AZ-groep heeft een methode ontwikkeld om mensen deze flexibiliteit aan te leren. Constante veranderingen in de verhoudingen tussen mens en arbeid vragen om nieuwe vormen van HRM-dienstverlening. Samen met Roel Westra en Mariska Broekman ontwikkelen onze AMA-docenten en studenten een vorm van accountmanagement door middel van gratis consulten. BizExcel ontwikkelt software op het snijvlak van arbeid en psychologie. Zo kun je bijvoorbeeld met Serious Gaming nieuwe vaardigheden oefenen. Samen met Kennistransfer en Bureau Psychodiagnostiek wordt momenteel gewerkt aan StudiePitch, een digitaal assessment die aankomend student en opleiding met elkaar in contact brengt. Samen werken we aan de toekomst. We geven het vorm en we benutten de mogelijkheden die op ons pad komen.